De Muiterij Jongerentheater in Zwolle is dé plek voor jongeren vanaf 16 jaar die graag theater willen maken. De Muiterij maakt coming-of-age voorstellingen, geput uit verhalen die gaan over het leven van de spelers zelf, waarmee de regisseur het script maakt. Na Wie bepaalt mij en Ontspan je kaak wordt er nu hard gewerkt aan superego. Over de kritische stem in je hoofd die maakt dat je twijfelt aan jezelf. De Muiterij werkt daarvoor met een theatervorm die bijna nooit in Nederland gebruikt wordt. Verbetim Theater. Ja, wat is dat eigenlijk? Ja, verbetim, dat betekent letterlijk woord voor woord. En dat is eigenlijk wat het is. Dus het is een vorm van documentaire theater waarbij je heel letterlijk alles wat mensen hebben gezegd gebruikt als script. Dus alle versprekingen, alle zuchtjes, alle eutjes. Dat is het. Ja, en eigenlijk gaat het erover dat je daarmee de persoon eigenlijk meer laat zien dan die zelf doorheeft in het gesprek. Dus het onderbewuste, wat dat eigenlijk zegt over die persoon in dat moment. Dus een gesprek zoals wij hebben, waarbij je soms even zoekt naar woorden, inderdaad een eutje, dat letterlijk naspelen. Ja. En oorspronkelijk is dat omdat je dan zo natuurgetrouw mogelijk de mensen op het toneel zet. Dus dat de acteurs een bepaalde gebeurtenis zo natuurgetrouw mogelijk na kunnen spelen. Nou ja, wij gebruiken het eigenlijk in onze eigen variant, waarbij we het ook juist als vervreemding inzetten. Mm-hmm. Dus dat meerdere personages één rol spelen bijvoorbeeld, waardoor je nog meer nadruk op iets legt en waardoor je als publiek ook een beetje... Wat leuk! Dus, ja, zeker leuk. Ik vind het superleuk. En dat doen jullie nu voor het eerst? Ja. En het zijn korte scènetjes in de voorstelling Verbetem. En de rest zijn gewoon geacteerde scènes. Ja. Ja. Thomas, deze heet Superego. Hè? Dus jullie hebben al meerdere voorstellingen gemaakt. Jullie zijn een relatief nieuwe theatergroep. Waar gaat Superego over? Ja, zoals in het introfilmpje al zei, over de kritische stem vanuit het superego. Want het brein wordt verdeeld in drie delen, zegt Freud. Het id, ego en superego. Oh. En het superego is je morele kompas, dus je houdt je aan de normen en waarden. Maar daarbij komt dan ook die kritische stem bij kijken. En kent iedereen, ik bedoel, ik ken hem hoor, maar kent iedereen die stem? Is dat zo? Wat mij betreft wel. Iedereen heeft wel kritiek op zichzelf. Oh, het kan wel wat beter. Ah, kom op, nog beter je best doen. En hoe is het dan om dat met elkaar te maken? Want jullie praten daar dus eerst over met elkaar. Ja, ja, gewoon uit persoonlijke ervaringen. En dan van daaruit gaan we op de vloer bezig. Soms ook gewoon eerst schrijven en dan van daaruit op de vloer. En dan maakt Anneminke een keuze. En daarop kan Anneminke ook verder doorschrijven, verder associëren. En wat maakt nou dat jij deze voorstelling zo bijzonder vindt? Nou ja, zoals je al vroeg, iedereen heeft eigenlijk die kritische stem. En het is zo belangrijk dat voor het publiek gewoon kenbaar wordt gemaakt en dat dat oké is. Dat dat geen taboe Ik ook weet dat jij het hebt. Ja. Waar zijn jullie te zien? In Kampen in het Ukien. Dat is een heel leuk poppodium daar. En 28, 29, 30 juni spelen we daar. Super. Ja. Maar jullie gaan nu Thomas een stukje laten zien, hè? Een scène. Die niet verbeterd is, overigens. Oh. Dat dan weer niet. Oké. Nou, laat hem zien. Ik ben een work in progress. Zie mij staan op zo'n grote steiger. De steiger die ik opbouw met ieder jaar dat ik ouder word. Hoger. Steeds hoger. Steeds verder weg bij mijn kindertijd. Hoe ouder ik word, hoe hoger ik bouw. Hoe meer er van mij verwacht wordt. Hoe meer ik vind dat ik dingen van mij zou moeten verwachten. Doe dit, doe dat, doe dit en dat of niet. Vind dit, vind dat, vind dit en dat of niet. Weet dit, weet dat, kan dit, kan dat of niet. Draai mee met dit, draai mee met dat. En zorg dat je weet hoe je moet draaien. Ik sta nu zo hoog op mijn steiger dat ik over de afgeschermde ruimtes kan lopen. Ik kijk naar beneden en ik zie het niet. Ik weet niet hoe ik moet draaien, hoe ik mee moet draaien. Of waarom? Ik zie wat ik niet zie. De dingen die ik hoor te zien. De dingen die ik hoor te weten, blijkbaar. Over, ja, waarover eigenlijk? Ik weet het niet. Vertrouw op het universum. Je lot als een onzichtbaar draadje. Ontspan.
Laat het los. Vertrouw op het universum. Ontspan. Wat doen jullie? Heb ik iets gemist? Ik ben graag goed voorbereid. Het lijkt wel alsof jullie het allemaal eens precies weten. Wat doen jullie nou? Yoga. Oh. Oh. Maar dit is toch geen yoga? Is iets pas iets als iemand zegt dat het iets is? Wat? Is iets pas niets als iemand zegt dat het niets is? What the fuck zeg jij nou? Ontspan. Oh, nou, ik ben geheel en al ontspannen, hoor. Ik snap alleen niet waarom jullie allemaal... Ontspan terwijl... je kaart. Hou je bek! Wat doen jullie nou? Yoga. Dit is geen yoga. Thank you.